Hey, superleuk dat je er weer bent. We gaan het vandaag hebben over het weer, want dat ziet er bijzonder uit. En we gaan het hebben over scholen die kortere schooldagen... Oh, dankjewel. Sorry jongens en meisjes, ik krijg hier een papier in mijn handen en daar staat iets op. Misschien kan de redactie zeggen wat er aan de hand is. Sorry. Oké, jongens en meisjes, we schakelen over naar het pittige pepernotenjournaal. Ja, ik weet het ook niet. Oké, start er maar. Hey jongens en meisjes, superleuk dat jullie kijken naar de allereerste uitzending van het pittige pepernotenjournaal. Zoals jullie zojuist hebben gezien, heb ik dit papier ontvangen van de redactie. Dus ik moet even voorlezen wat er precies staat. Oké, er wordt geschreven dat we nu een bericht hebben ontvangen van een hele bijzondere Piet. Prima Piet. Ja, en hij heeft de volgende boodschap voor ons. Laten we maar kijken. Ja, hallo Anthony. Prima, Piet hier. Ik ben zo blij om hier weer in Nederland te zijn. En Sinterklaas heeft speciaal aan mij gevraagd om de cadeautjes voor Geelze, Rijen, Molenschot en Hulten te bezorgen. Nou, dat is een prima taak voor mij natuurlijk. Maar dan moet ik wel eigenlijk exact weten waar Geelze, Rijen ligt. Maar weet je wat? Ik vertrek gewoon. Het komt helemaal goed. Ik ben onderweg. Geen paniek! Ja, en dan gaan we nu door naar het volgende item. En dat was bij Everything Sweet in Rijen. Daar was namelijk iets geks aan de hand met de chocola. Dat had te maken met gekke pietenstreken. Daar gaan we nu naar kijken. Hoi, kan je vertellen wat er is gebeurd? Ja, er heeft iemand gespeeld met de suikerpot en de zoutpot. Dus nu is de chocolade met zout gemaakt in plaats van met suiker. Oh jee. En nu dan? Ja, er zijn natuurlijk mensen die chocolade met suiker lekkerder vinden als met zout. Dus we hebben voor beide partijen hebben we maar wat gemaakt. En weet u ook wie dit heeft gedaan? Nee. Het lijkt wel een beetje op pietenstreken, hè? Ja, het lijkt er inderdaad wel heel erg op. Want ik zou zoiets natuurlijk nooit doen. Nee. Nou, wij gaan kijken of we dit kunnen onderzoeken. En doe ons maar een doosje van die lekkere zoute chocolaatjes. Gezellig, ga ik voor jullie maken. Zoals jullie hebben gezien in de eerste video is Prima Piet onderweg naar Geelze Rijen. En om hem nu te helpen hebben wij deze kleurplaat gemaakt. Die kan je ophalen bij de volgende punten. En ik noem ze gewoon even op, want het zijn er nogal wat. Bij slagerij Piet Mutsaars, Jumbo, Bruna, Albert Heijn, Shubi, Everything Sweet, Hema, Bakkerij Broodhuis of Bakkerij Vromans in Rijen. Natuurlijk kan je de kleurplaat ook gewoon downloaden op onze website www.kloes.tv. Hang hem voor je raam, maak een leuke foto en stuur die naar ons op. Want misschien win je dan ook nog wel een hele leuke prijs. Heel erg bedankt voor het kijken en tot het volgende pittige pepernotenjournaal. Doei!